Vertel jij het legendarische verhaal van Krooswijk. Ja, oké. Okay. Zonder namen te noemen, zal ik het proberen te vertellen. Ik zat op de lagere school, 4e of 5e klas. En bij ons in de klas zat een rijk meisje. Wat is nou een rijk meisje? Een vader met een auto. Een busje. Die vader deed iets voor zichzelf. Die werkte niet bij een baas. En datzelfde rijke meisje ging een maand met vakantie naar Italië. Vroeger hadden we de maand augustus vakantie, meer niet. Maar hun gingen naar Italië. Daar waren we allemaal jaloers op. Het was een aardig kind. We pesten ze niet of niks, maar wij hadden dat niet. Voor ons was Oostvoorne al ver. En fijn, dat meisje is met zijn ouders. En ze had nog een stuk of 5 broertjes en zusjes naar Italië gegaan. Maar ze had de oma in huis wonen. Die werd toen opoe genoemd. Opoe zou eerst niet meegaan, daar had pa niet veel zin in. Maar uiteindelijk, op laatste moment, is opoe meegegaan naar Italië. En dat ging goed. De eerste 3 weken gingen de ouders veel naar het strand met de kinderen. En opoe bleef dan in de tent, of voor de tent. Schilderde de aardappeltjes, braadde het vlees. En zo had iedereen er eigenlijk geen last van. Dat viel allemaal erg mee. De laatste week, het begin van de laatste week van de vakantie, komen pa en ma met de kinderen van het strand terug. En zit opoe dood in de stoel in de tent. Ze was bezig met de aardappels en die heeft ze niet meer afgemaakt, mogen schillen. Paniek, want verzekeringen voor dat soort dingen bestonden niet. Dus niemand wist, ja, als we oma nu aangeven als zijnde overleden, dan gaan we een hoop geld betalen om haar naar Nederland te krijgen. En dat hebben we niet. Nou, pa en ma die hebben beraadslaagd en gezegd, we gaan terug, zo snel mogelijk naar Nederland. Oké, het was al tegen de avond. En oma, die werd ingepakt in een deken en op de Imperial gelegd. Noodbreekt wetten. Je kan een dood mens moeilijk tussen de kinderen leggen. En rijden met die kar. Ja, een hele tijd gereden, maar ja, het werd avond, een uur of 10, donker. Durfde ook niet met opoe naar een camping, om een camping op te zoeken. En ergens langs de weg, de auto neergezet, de tent ernaast, een nachtje slapen. Dat ging goed. Toen werden ze wakker. Doen de tentdeur open, tentingang. En het busje is weg. Dus opa stond, papa stond te kermen. Oh mijn god, mijn auto is weg. En mama stond te kermen. Oh god, mijn moeder is weg. Dus ja, wat moet je nu? Je staat daar met z'n allen in je pyjama. En je hebt werkelijk niets meer, want alles ligt in de auto. Tot de kleding toe. Dus met dorpsmensen, die hebben ze toch maar naar het politiebureau gebracht. En daar hebben ze een week of 2 doorgebracht. Want maak jouw verhaal maar hard. Je hebt niet eens een bewijs van het busje. En je hebt ook geen bewijs dat opoe erop lag. Busje en opoe zijn nooit meer teruggevonden. Ze hebben 14 dagen op het bureau gezeten.